Met Conbuild Sitebuilder maak je super eenvoudig je eigen website. Je vindt je Sitebuilder terug in het controlepaneel. Maar hoe ga je naar je controlepaneel? Je kan in de URL intikken my.conbuild.com. Of je gaat naar de website van Conbuild en je logt je hierin. Sitebuilder vind je terug bij Mijn Producten. Nadien ga je naar je Sitebuilder. Je drukt op Beheer Site. En open de Sitebuilder. Nadien kom je op dit. Dit is eenmalig. Hier creëer je je website. Nadien voer je de naam van je website in. Onze website gaat Resto Fictief heten. Nadien voer je een geldig e-mailadres in. Hier kan je kiezen wat voor website je gaat maken. Je kan kiezen tussen een webshop of een website. Wij gaan vandaag een website maken. Hier selecteer je het gepaste schabloon dat jij wilt. Templates zijn eigenlijk voorafgemaakte websites die je zelf kan aanpassen aan jouw noden. Het is niet omdat je een schabloon neemt dat je vasthangt aan de bepaalde structuur of aantal pagina's. Je kan deze perfect nadien wijzigen. Ook de afbeeldingen zijn zeker ook te wijzigen. Hier zie je de meest genomen templates. Als je door een template wilt doorgaan, druk je op de knop Bekijken. Elke template heeft een ander onderwerp. Via deze knoppen kan je teruggaan of naar de volgende schabloon gaan. Bekijk goed de templates vooraleer je een website maakt. De template die vast ligt, daar lig je ook vast aan. Of je moet de website resetten en vanaf nul beginnen. Als je een schabloon gekozen hebt, druk je op de knop Kies een schabloon. Ben je toch niet tevreden? Geen probleem. Je kan je website resetten in je controlepaneel. Dit doe je via deze knop. Let wel op, dit doe je best in de beginfase, want zo ga je geen werk verliezen. Wij zijn overtuigd van onze template in de Franse keuken, dus wij gaan deze kiezen. Zoals je zelf kan zien, is het zeer simplistisch opgebouwd, maar heel makkelijk in gebruik. Je kan de pagina's bekijken, instellingen, iets ongedaan maken, opnieuw doen. En zolang je de wijzigingen niet publiceert, blijft je website wel behouden, maar komt die niet online. Wij gaan nu door de instellingen. Bij de instellingen zie je bij algemeen de opslag en bandbreedte. Je kan deze twee vergelijken met een autosnelweg. Opslag is bijvoorbeeld eigenlijk de parking, dus het aantal auto's die kunnen op de parking, dus eigenlijk het verbruik van je website. Bandbreedte kan je vergelijken met het aantal auto's op de autosnelweg, dus hoeveel bezoekers tegelijkertijd je website kunnen bezoeken. Bij de website-instellingen kan je de naam van je website wijzigen. Daarnaast ook Google optimaliseren. In het ontwerp, alles wat hier gedaan wordt, is over de algemene website. Hier komen we later op terug. Daarnaast kan je vanaf het standaardpakket een online winkel starten. En kan je ook backups maken. We hebben dus een voorafgemaakte website die je zelf kan wijzigen hoe jij het wenst. We hebben een startpagina, een pagina over het restaurant, een menu met een prijslijst en een contactformulier. Bij pagina's kan je pagina's toevoegen, verwijderen of wijzigen van naam. Maar er zijn nog mogelijkheden. Om een paginanaam te wijzigen, dubbelklik je op de naam. Wij gaan de pagina Resto Fictief heet laten noemen. Als je een subpagina wilt maken, doe je dit door te slepen. Zoals je ziet, komt deze pagina nu onder ons restaurant te staan. Als je een pagina wilt verwijderen van het navigatiemenu, klik je dit uit. Als je mensen een beperkte toegang wil geven tot een bepaalde pagina, is het een instelling die je moet wijzigen bij instellingen. Om je pagina of website hoog te laten doen scoren op Google, pas je zeker de SEO-instellingen aan. De paginatitel is de titel die je terugvindt in Google, bij ons dus Resto Fictief. Het paginaadres, de URL dus, is bij de homepagina steeds home. Dit kan je niet wijzigen. Wel bijvoorbeeld bij een andere pagina. De metabeschrijving is de tekst
onder de paginatitel. Dus wij zijn een Frans restaurant gelegen in Gent. Metatrefwoorden zijn kernwoorden die jij intikt in Google en zo kunnen mensen terechtkomen op jouw website. Dus we zijn een Frans restaurant in Gent en het gaat over eten. De aangepaste HTML koptekstcode. Hierin kan je bijvoorbeeld van Facebook Pixel een code toevoegen, zodat je kan bekijken van kijk, mensen komen via die advertentie naar jouw website en ook de effectiviteit hiervan bekijken. We gaan nu een pagina toevoegen. Zoals je ziet heb je meerdere schablonen voor een pagina. Dit is naar gelang hetgeen wat jij wenst. Wij gaan nu getuigenissen toevoegen. Door getuigenissen toe te voegen aan je website, creëer je meer aanzien. Je kan een extra kolom toevoegen en een extra getuigenis, maar je kan ook de stijl wijzigen. En de afbeelding wijzigen. We gaan terug over naar de startpagina. Als je tekst wil wijzigen, doe je dit door dubbelklikken en tekst te schrijven. Zou je graag een extra knop hebben om te reserveren? Deze knop gaan we linken naar de contactpagina. Zo graag de navigatiemenu iets anders hebben. Zo heb je hier een andere navigatiebalk. We gaan de logo wijzigen. Hier typen we in Resto fictief en gaan we een logo toevoegen. Ik ga een gratis logo gebruiken die al op onze sitebuilder staat. We gaan nu een afbeelding toevoegen bij de volgende sectie. Hier zie je de volgende sectie. Dit doen we door op plus te drukken en een afbeelding toe te voegen. We gaan een afbeelding uploaden. Wil je deze afbeelding wijzigen van plaats? Druk je erop en sleep je hem naar boven. Er is al op onze website een prijslijst toegevoegd. We gaan deze bewerken. Wil je een extra prijslijst toevoegen, doe je dit door op te klikken en op het plusteken te drukken. Daarnaast, als je deze wilt slepen, doe je dit zo. Hieronder vind je 3 afbeeldingen, maar ik zou graag 5 afbeeldingen van maken. En natuurlijk ook eigen afbeeldingen. Dit doe je door de kolommen te wijzigen en te bewerken. We upload een afbeelding en we kiezen deze 5 afbeeldingen. Even laden. En voilà. In de footer zijn er ook heel veel mogelijkheden. Wil je bijvoorbeeld een mapskaart aan toevoegen? Kan dit zeker. Je kan de inhoudsbreedte wijzigen. De sectie achtergrond wijzigen. Of bijvoorbeeld tekst aan de zijkant met inhoud en of met een kaart. Nu we het design hier hebben gewijzigd, wil ik dit over de hele pagina. Voilà. We gaan nu onze knop van reserveer hier iets groter zetten. Dit doe je bij de instellingen. Je drukt op ontwerp en op knoppen. Hier zie je 5 voorbeelden van knoppen die je kan kiezen telkens als je een knop toevoegt op je pagina. Hier wijzig je de grootte. Wijzigingen opslaan. En zoals je kan zien is onze knop nu groter. Op de eerste pagina hebben we een knop toegevoegd om te reserveren. Deze knop is gelinkt aan de contactpagina.
het zou makkelijk zijn dat mensen kunnen boeken via een contactformulier. Dit doe je door een sectie toe te voegen en op reservering te drukken. Zo kunnen mensen bij jou online boeken en kan je ook reageren als hun boeking geslaagd is. Op de Over ons pagina wil ik graag onze diensten zetten. Dit doe je door een sectie toe te voegen. Daarnaast wil ik een video plaatsen over ons restaurant. Hier kan je een link toevoegen van YouTube. Verwijder deze foto. En slepen deze video naast de tekst. Om social media-iconen toe te voegen, druk je op de instellingen-knop. Nadien geavanceerde instellingen en aanvullende paneelinstellingen. Hier kan je social media toevoegen en contactgegevens. Wens je de sociale media en contactgegevens te wijzigen, kan je dit doen door met je muis door het vak te scrollen. Nadien druk je op bewerken en kan je zo de contactinformatie bewerken. Wens je de sociale media te wijzigen, doe je hetzelfde. En kan je er ook nog meerdere toevoegen. We gaan nu een blokartikel toevoegen. Dit doe je door te gaan naar pagina's en een pagina toe te voegen. We kiezen voor blok en we gaan onze blogartikels tips heten. Die zo aangemaakt. Zoals je kan zien hebben we hier nu al 3 blogartikels staan. Om de layout hiervan te wijzigen, druk je op opmaak en kies je een stijl. Zoals je kan zien zijn er verschillende stijlen die je kan toepassen. Je kan ook een extra kolom toevoegen. We gaan nu een extra blogartikel toevoegen. Dit doe je zo. We gaan dit noemen 3 lekkere restaurants in Gent. Zie je zo, blogartikel is toegevoegd. Daarnaast zie je dat er hier iets extra is bijgekomen. Hierin kan je een blogartikel inplannen, mensen beperkte toegang geven, maar ook de SEO-instellingen wijzigen. Je kan je website in meerdere talen instellen. Wij gaan de website nu in het Engels instellen. Als je op alle pagina's en inhoud kopiëren drukt, worden alle pagina's die in het Nederlands staan gedupliceerd. We gaan de website in het Engels instellen. Nadien zie je dat er van boven een knop bij komt. Zo kan je de website in het Engels of in het Nederlands plaatsen. Als je tevreden bent van je website en je wenst hem online te plaatsen, druk je op de knop Publiceren. Ziezo, de website is gepubliceerd. Alles wat je nu wijzigt, wordt opgeslagen, maar komt niet online te staan. Dus elke keer als je een nieuwe update wilt uitvoeren, druk je op Publiceren. Wil je de website toch offline halen, ga je terug naar je controlepaneel en druk je op Reset. Let wel op, wil je maar tijdelijk offline halen, maak je best eerst een backup. Vanaf het standaardpakket kan je tot 2 backups gaan. En zelfs vanaf de Pro onbeperkt. Ik ga je nu tonen hoe je een backup maakt en deze terug rechtzet. Je gaat naar instellingen. Hierbij kan je een backup maken. Creëer nu een nieuwe backup. Je mag deze naam zelf kiezen. Ziezo, onze backup is gemaakt. We kunnen deze herstellen, maar we kunnen nu ook een nieuwe template kiezen. Nu onze huidige website resetten en nadien de backup terugplaatsen. Daarvoor gaan we naar ons controlepaneel. Je ziet hier 3 bolletjes, reset site. En zo wordt de huidige website verwijderd. Nadien open SiteBuilder, dus maken we een nieuwe site. Aan. Terug restrictief, dezelfde gegevens. We gaan terug een website maken voor eten. Terug hetzelfde, of we gaan eens een ander schabloon kiezen. Hup. Ga naar onze instellingen, backup en herstel, beheer backups. En hier vind je onze backup van daarnet. We gaan deze herstellen. En zoals je nu kan zien, onze website is terug.
Zoals jullie kunnen zien is de sitebuilder heel simplistisch opgebouwd. Je kan snel een mooie en professionele website starten zonder enige technische kennis. Als jullie verder nog vragen hebben, kan je steeds naar onze supportpagina gaan. Daar vind je een handleiding. Maar je kan ons ook altijd bereiken, telefonisch of per mail.